Ik sta gewoon te praten met jou, maar we kunnen gewoon een drankje gaan doen. Hey. Niet dat we iets erachter zoeken. Maar we gaan gewoon een, we hebben gewoon een vlotte babbel. We gaan gewoon dus zeggen van, een drankje betekent niet per se dat wat gaat gebeuren. Dan komt Tikmiko Kolo. Ah, nee, het gaat niet worden. Ik heb een mooie cabana geregeld met een uitzicht op het heerlijke zwembad van Torarica. Er waait een zacht romantisch windje achter ons oren. Het geluid is minder, maar we zijn in Suriname, altijd levendig. Kan ik niks aan doen. Maar om echt indruk te maken, heb ik 2 Kronto Locos geregeld. De signature cocktail van Torarica. Kan je het waarderen als een man een beetje moeite voor je maakt? Heel veel. Oké. Okay. Dan laten we proosten. Ja, oké, okay, dan moet je wel naar me kijken. Jij, als het mis. Oh, je weet hoe het wordt. Ik moet mijn cameraman uitleggen dat wanneer je proost, in Lukuwansma. Liever kijken naar me wanneer je proost. Ja, dat zeg ik. Dat gaat gebeuren toch? En ik weet niet voor jou, maar ik wil dat niet. We klikken meteen. Ik probeer mensen hier uit te leggen die maar en love me. Ja, is er aan. Zij dan in Lukuwansma, zo vreemd. Proost, Priscilla Graanoogst. Proost, lekker. Mm-hmm. Goed begin. Goed begin toch? Vroeg om aan te gaan drongen mee. Het is ergens anders, 12 uur s'avonds hoor, dat is niet erg. Lekker man, lekker man. Priscilla Graan ook in de building in Gilly's Love Line. En ik zal je wat zeggen, hè. Sinds tijden dat ik hier kom, zie ik je op televisie. Of ik kom bij je evenementen, zie ik je presenteren. En ik heb altijd dezelfde gedachte. Wat een leuke dame en wat doet ze het leuk. Ja. Dus ik heb eigenlijk een beetje Gilly's Love Line misbruikt om je hier bij me te lokken. En het is gelukt. Het is gelukt. En ik was gelijk enthousiast. Nee, ik vind het leuk dat je er bent, man. Ik vind het echt leuk dat je er bent. Ik wil namelijk laten zien wat Suriname te bieden heeft. En al die mensen die ik in de show haal, vind ik persoonlijk leuk. Ja. En jij bent daar één van. How is life treating you? Nou goed hoor, het gaat. Alles rustig. Je zei net in ons vorige gesprek, we zijn niet ouder. Maar ja, want je zei ergens... We zijn niet oud, ja. Maar we zijn wel wat ouder. Ja, ja, ja. Dus je gaat je aanpassen in het leven. Maar waar merk je dat aan? Dat je denkt van, hé, ik word ouder. Die recovery. Als ik uitga, ja. één nachtje stappen. Ja, precies. Geloof me, je weet wat gebeurt. Ja, ja. Als we uitgaan, gaan we all out. Uh-huh. Je weet toch, die passie van de club naar huis. Kan je niet meer herinneren de volgende precies, dag. Precies. Maar Idora of zo. Yes. Die recovery is een hele week. Is een hele week geworden. Ik heb een week nodig om weer vroeger te recoveren. Vroeger chillde ik vrijdag, zaterdag. En maandag was ik weer waar ik moest zijn, fris en fruitig. Vroeger chillde ik zondag. Ik kwam 6 uur 's morgens thuis, douchen, aankleden, kantoor. Ja. Dat gaat het niet meer worden. Maar je bent de type die wel van een feestje houdt? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dat zeker. Met gezellige mensen. Laat me gelijk eentje droppen nu we het er toch over hebben. Geloof jij dat jij de liefde van je leven kan vinden in de club? Ik ga zo meteen uitleggen waarom ik dat zeg. Dat kan. Soms kan je gewoon dus voor naar iemand... jou? Ja, 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 je kan de liefde van je leven vinden in een club. Waarom niet? Je kan soms gewoon naar iemand kijken en het klikt. De persoon kijkt je ook aan en het klikt. Maar je kent elkaar niet. Ja. Dat ding is, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Wat ga je ermee doen? Hoe ga je het aanpakken? Ga je naar de persoon toe lopen? Ja. Ga je wachten tot de persoon die move maakt? En iemand leren kennen is nooit verkeerd. Want weet je waarom ik dat zeg in de club? In de club, dus hoe moet ik dat zeggen? Is het misschien al een beetje oppervlakkige vibe, hè? Je bent op je mooist, je gaat met een doel, die jongen gaat met een doel, laat maar vanuit mannen praten. Ja. Hij gaat met een doel, misschien kan ik iets vangen, misschien kan ik zelf iets meenemen. Oh, wacht even, vrouwen denken ook zo. Ja, misschien kan ik iets meenemen. Ja. Dus daarom denk ik van, om nou de liefde van je leven daar te kunnen vinden, ik weet niet. Kijk. Je kan iets meenemen om te zeggen van, hey, ik zal maar niet zeggen one night stand, maar hey, ik maak er een leuk avondje van en het klikt tussen jullie. Dan ga je toch contact blijven onderhouden. Oké. Okay. Dus dat hangt eigenlijk gewoon van die klik af. Mm-hmm. Is een avondje uit, hey, het was lekker. Ja. Dat was het. Hey, toch? Want voor mij, in mijn hoofd, leent het zich inderdaad beter voor een one night stand. Maar misschien is dat wat ik heb ervaren. Ik ken veel mensen. Is er een hele relatie bij jou voortgekomen uit een dagje stappen? Nee. Nou, het kan natuurlijk wel. Nee, alles kan. Nee, kan niet. Overal. Nee. Want tegelijkertijd zeg ik ook, wie is me denk was supermarkt, discotheek, bus, wadji. Overal is een geschikte plek. Toen ik al in principe uitging, was ik in een vaste relatie. Ja. Dus dat geldde niet voor mij. Okay. De relatie van de vader van mijn zoontje. Uh-huh. En het was een relatie van 10 jaar. We gingen vanaf we 14 waren. Schoolvriendjes, poppy love, maar het is gaan groeien, gaan groeien. Yeah. En dus ik had hier ruimte daarvoor. Uh-huh.
om zo uit te leven. Om te zeggen van, hey, is een one night standje dus. Of ik ga uit en ik zie wel wie ik kan vangen of wie ik kan versieren. You know what I mean? Yes. Maar ik had geen ruimte daarvoor. Ik heb nooit ruimte daarvoor gehad. Maar daarna wel. Daarna wel. Daarna ben je losgegaan. Daarna ben ik wel losgegaan. Maar niet dat het bijvoorbeeld iets gelijk gebeurde bij dat avondje stappen. Meer nummer verwisselen. Inderdaad, misschien iemand ontmoet op een feestje in de club. Mm-hmm. Nummers nemen van elkaar. Maar dan ga je gewoon contact hebben. Je gaat dat opbouwen. Hey, maar dat zal een leuke periode zijn geweest. Na zo jong in een relatie te hebben gezeten, ja, zo lang. 25. Of was het juist eng op één single? Het was niet eng. Ik heb het tijd van mijn lief gehad. Je hebt het omarmd gelijk van, oké. Ik heb toen ik heb die tijd van mijn leven gehad. Ik was te serieus, school, werk. Ja. Didi toen, mijn zoontje toen. Ik was niet open-minded about YOLO. Ik had dat niet. You only live once. Je kende het ook ik niet. Ik kende het niet. Gelijk in een relatie, jong. Ik kende het niet, ik heb het niet gekend. Maar toen ik uit elkaar ging, mijn zoontjes vader, toen was ik al 26. Dus je kan zeggen, dat jaartje was super jaar, het was leuk. En ben je toen erachter gekomen van, want je dacht dus dat je was het ook, de relatietype was? Ben je erachter gekomen dat je wat anders ook kan zijn? Ik ben nog steeds een relatietype. Oké. Okay. Ja. Ik ben wel heel huisje, boompje, beestje. Oké. Okay. Ik ben echt een relatietype. Maar als dat niet kan, dan kan het niet. Als dat niet lukt bij wijze van, dan want je moet wel dezelfde... Forceer. Ik forceer niet. Nooit niet, toch? Dat ben ik niet. Ik forceer niet. Ik kan wel vechten voor iets of voor iemand, maar ik ga niet forceren. En je weet, op den duur laat je ook los. Je wordt moe. Ja. Je wordt moe, laat je ook los. Dus, wat was die vraag weer? Hoe ben je me helemaal als eerst die eerste slok? Weet je wat we gaan doen? Weet je wat we gaan doen? Want ik wil je leren kennen en je geeft me al een beetje veel. Ja. We gaan dat even pauzeren. Oké. Okay. Ik ga je een paar vragen stellen of een paar dingen op je droppen. Waar je bijvoorbeeld een zin moet afmaken. Oké. Okay. Are you ready? En ik denk dat we je zo beter gaan leren kennen. Ik ben ready. Ja. Ik ga jou het volgende vragen. Een beetje deze, een beetje algemeen. Ik hou het weg bij jou in het begin. Dit is wat je moet weten voordat je met een Surinaamse vrouw gaat. Ze gaat je gek maken. Als ze van jou houdt, gaat ze je gek maken. Is waar. Als ze van je houdt, geloof me, ze gaat je gek maken. Maar, en waarom is dat? Omdat ik praat uit mijn ervaring. Ja. En waarom doe jij dat? Waarom sta je erop om... Je wil de persoon niet kwijt. Je houdt zodanig van de persoon en het is het heel pakket. Mm-hmm. Dus zolang iets komt, je iets opmerkt dat eigenlijk ongewenst gedrag vertoont, dan... Je begint actie, je begint, je weet toch, je gaat beginnen aan te voelen. En veel, elke dag? Ja, want je wil de waarheid. Oké. Okay. Omdat je de waarheid wil. Zeg me gewoon, en dat zeg ik altijd, zeg me. Dan laat je de keus aan mij wat ik met die informatie doe. Ja. Kies ik ervoor om het te accepteren of wil ik het niet accepteren? Maar laat die keus voor mij. Maak die keus niet voor me. Ik moet lachen, want dit is inderdaad waar. Een Surinaamse vrouw kan je gek maken als je toelaat, want jouw actie... Mijn ervaring is dat maar wanneer er niets aan de hand is, aan een vier boon toe. Het is alsof ze het nodig heeft om te verdenken, om te praten. Waar. Is niet waar? Als er niets aan de hand is, ga je niet zoeken. Dan doe je ook normaal? Dat is normaal. Maar dat doe maar je ook normaal? Maar dat gaat het toch, dat egogi toch? Oké. Okay. Dat gaat het. En dan vind je dat weer verdacht van, wacht even. Nee. Het gaat toch goed? Nee, je wil juist dat het gaat. Je wil juist dat het gaat. Oké. Dus je bent zo positief, er is zoveel positiviteit. En het gaat eigenlijk om het weer bij elkaar komen. Iedereen heeft zijn ding. Je doet je eigen ding. Je hebt je dagelijkse werkzaamheden, toch? Je dagelijkse bezigheden. Ja. Dus dan focus je niet. Mm-hmm. Dus als er niets is dat verdacht lijkt, ga je het niet zoeken. Oké. Okay. Jij ik niet. Zoek het niet. Oké, we hebben gezegd, dit is wat je moet weten van een Surinaamse vrouw. Is dat ze gek kan doen, zei je als toch? Als ze van je houdt, gaat ze je gek maken. Als ze van je houdt, gaat ze je gek maken. Ja. Dus als je niet gek maakt, dan klopt er wat niet. No, dat is mijn lobby. Ik ga je vragen om de zin af te maken, ja? Mensen denken dat ik ... terwijl ik eigenlijk ... Mensen denken dat ik hoogmoedig ben, terwijl ik eigenlijk heel ratchet kan zijn.
Ja, echt waar? Ja. Dat is mensen, wat mensen van jou denken? Eerste indruk is dat ik hoogmoedig ben en arrogant. Ik heb die vibe niet bij je gehad. Ik kan goed ghetto doen. Je kan hier twerken, zeg maar. Ja, want ik ben je twerken. Ga niet bestellen. We kijken waar het naartoe gaat. Oh, een slakje niet. Ja, je kan gewoon je veel twerken. Wie gaat doen? Ik ga gewoon flexie, maar ik ga mijn best doen. Ja, iets gaat schudden. Nou, ik drink met je mee. Oké, nee, leuk. Dus na die 10 jaar ben je inderdaad jezelf gaan ontdekken van één. Ik was altijd flexie. Ik pas me heel makkelijk aan. Ik hou van gezelligheid. Mm-hmm. Ik hou van genieten van het moment. Ja. That's it. Ja. Gewoon van genieten van het moment. Leef je in the moment. Priscilla kan ratchet zijn. Dus denk niet dat ze hoogmoedig is. Ik kan jou zo roe dadelijk want ze even gaan kijken. Natuurlijk. Als het op Natuurlijk. Is. Oké, maak de zin af. In een relatie is dit waarin ik schitter, waarin ik shine. Ik shine, waar shine ik in? Take your time, waar shine je in een relatie? Ik ben heel erg zorgzaam. Ja, ik ben heel erg zorgzaam. Ik geef jouw voorkeur. Mm-hmm. Ja, ik geef jouw voorkeur en ik zet mij op de laatste Boven jezelf? Plaats. Ja, ik geef jou alle voorkeur als partner en ik zet mij op de laatste plaats. Ik zet alles aan de kant voor je. Ja, dus ik ben heel erg zorgzaam. Jammer als daar misbruik van wordt gemaakt, hè? Het gebeurt. Ik heb misbruik gemaakt van mijn kleine hart. Mijn hart is zo klein, ik heb een grote hart! Uh-huh. Dus ik heb echt goed. Maar mijn hart is op mijn lippen. Mijn hart ligt is echt, ja, ik heb mijn hart gewoon op mijn lippen. Ja. En inderdaad wordt misbruik. Er is misbruik van gemaakt. Ja. Ja, maar nu niet meer. Maar dat nu zorgt denk er niet voor. Anders over. Dat zorgt er niet voor dat jij zegt. Ik ga me anders opstellen. Minder zorgzaam. Nee. Ik kan vandaag echt gewoon misschien kattig zijn. Mm-hmm. Maar morgen ben ik eroverheen. Mm-hmm. Morgen ben ik weer gewoon normaal. Als er niets is gebeurd. Ja. That's it. Oké. I like it. Dat is een mooie kant. Als ik, maak de zin af, als ik de ideale liefdesrelatie wil, dan zou ik dit aan mezelf moeten verbeteren. Niet harddragend zijn. Oh, je houdt grotjes? Ja. Ah. Ik hou grotjes. Ja. Voorbeeld. Grotjes en voorbeeld. Is als jullie een ruzie hebben gehad, dat je nog steeds praat over die ruzie van 6 maanden geleden? Nee, ik... laat me niet zeggen haatdragend zijn in die vorm, maar haatdragend zijn in het vertrouwen. Het is als je die bril weg hebt gehaald van hier, we gaan niet in details gaan, je hebt die bril weggehaald van hier en je hebt het dus in de koelkast gezet, mm-hmm. Ga ik het blijven gaan zoeken in die koelkast wanneer ik weet dat je die bril hebt weggehaald van hier. Okay. Dus ik ga je niet meer vertrouwen. Ik vertrouw je gewoon niet meer. Ze blijven ook hangen in dingen. Ja, ik blijf heel erg hangen in dingen. En ik laat niet los. Because ik vind dat jij me dan moet bewijzen dat het niet is wat je me hebt laten merken. Uh-huh. Waar ik achter ben gekomen. Ja. Dat, in die vorm ben ik heel erg hard. En je hebt een veilig voorbeeld genomen, bril. Ja, maar heel ik veilig. Ik zie aan jou dat je iets in je hoofd hebt. Het is veel dieper dan dat. Maar ja, het is veel dieper We kunnen dat. Diep gaan. Ja? We zijn hier niet per se, maar we zijn hier in de liefde. Kijk, ik hou van trust. Vertrouwen is belangrijk. Ja, ik hou van trust. Dan moet je kunnen vertrouwen. Dat is het enige. Laat me je gewoon vertrouwen. Bewijs me gewoon dat ik je kan vertrouwen. Mm-hmm. That's it. En als je het 1 keer hebt geschaad, is het wel klaar. Dan ga je me morgen niet kunnen komen zeggen als je elke keer hebt gebruikt, je hebt een griepje. Ik voelde me niet lekker, ik had een griepje. Daarom nam ik mijn telefoon op. Ja, ik nam mijn telefoon niet op. Of nee, hey boy, ik lig thuis, ik heb een griepje, ik lig plat. Terwijl je niet thuis bent met dat griepje. Ja. Dat de eerste volgende keer wanneer je me gaat zeggen, je hebt een griepje, ga ik lachen erom met mijn man. Je hebt echt geen griepje. Mm-hmm. Is een smoes. Mm-hmm. In die vorm. Ja. Maar ik blijf wel gewoon normaal doen. Ik ga me niet anders gedragen. Maar je kan ook gek doen, toch? Nee, ik ben gek. Ik kan niet gek doen. In jouw gekheid kan je ook normaal zijn. Ik ben gek. Ik ben echt. Maar je geeft het toe, hè? Nee, ik ben echt gek.
als die fuse even doorgeslagen is, ja. Is doorgeslagen. Maar je weet zeggen, het ik van denk jezelf. Niet, dat denk ik niet. Ja. Maar ik maar je weet het van jezelf. Ik ben gek, ik ben echt gek. Ja. Agressief. En je gaat er niets aan doen? Nee. Want je hebt me zo ver gekregen. Dat wil zeggen, je wilde het toch? Je hebt getriggerd. Ja. Jij wilde dat het zo ver moest komen. Zou je boemboe weet dat ik gek ben? Na koffie. Ja. Echt? Ah, heerlijk toxic. Ik hou van. Ik ga niet voor je liegen. Ja. ik hou van. Oh ja? Ja, direct. Bibib. Oké, wauw. Zo gek ben ik. Ja. Dat is voor je anders toen in banken, maar dat normaal is. Ja. En daarom maakt hij die opmerking. Dus daarom zeg ik, als een relatie gewoon is, stil, niks novo, dan ga je toch vervelen zo iemand als jij. Even eerlijk. Dus als er niets aan de hand is. Nee, maar je maakt het anders leuk. Er zijn andere dingen die je kan doen. Oké. Waarom? Waarom moet er altijd iets zijn? Hé, het is liever, doe je het. Je doet het zo goed dat ik gewoon weet van hé, er is niets. Okay. Ik merk gewoon van hé, er is niets. Maakt niet uit wat je doet, maar laat me niet weten. Laat me het gewoon niet weten. Want ik krijg een idee dat jij een spannende relatie nodig hebt. Ik heb een spannende relatie nodig. Maar spannend met dingen doen die. Uitdagend zijn. Dingen als in. Niet elke keer gaan we naar hetzelfde restaurant. Nee. Ja. Ik kan gewoon naar Kamerwijn rijden en gewoon praten. Dat is spannend, Jeff. Praten. Je bent binnen. Ja? Een man is naar Kamerwijn. Breng haar naar Kamerwijn. Dat vindt ze spannend. Voor de kabine. Nee, maar er moet dus variatie zitten. Oké. Okay. Ja. Dus als je met een moneyman zou zijn, elke keer duur uit eten en al dat soort dingen, dat is ook heel snel op. Nee, ik wil niet duur. Ik vind dat niet eens leuk. Gelegenheid. We kunnen een keer uitgaan. We kunnen eten. Ook naar Nieuw-Amsterdam staan, wind pakken daar. Ja, we kunnen ook gewoon eten halen en thuis eten. Toch? Ik hoef niet duur te gaan uit eten. Eén keer kan. Of je maar niet kan op Valentijn, koken. Hè? Breng me niet. Op Valentijn uit? Iedereen gaat Valentijn uit. Skoon, ik ben ook een koppel met Biggie. Dus, dat. Kook je? Ja, nu. Echt waar, je hebt het niet gekookt, dit is nieuw. Ja, ik kook. Wat tijdens corona verveelde je, dacht ik moest, laat me leren. Laat me leren om ik te koken. Oké. Ja. Maar ik doe het wel goed. Kijk, ik ga geen pommes pasté voor je maken. Gezegd? Wie heeft je dat gezegd? Die mensen, ze eten. Ja, ze eten het, hè? Ja, dus ik kook. Ja. Dat is leuk. Maar wat maak je niet? Wat zei je? Wat maak je niet? Pommes pasté ga ik niet voor je maken. Oké. Okay. Ik heb me wel geleerd om pom te maken. Dat durf je niet aan. Maar het is wel heel makkelijk. Ja. Maar ik ben simpel. Mm-hmm. Ik vind het leuk om uit te proberen. En zomaar denken mensen dat je hoogmoedig bent. Ja. Uitproberen op elke vlak? Alles, why not? Okay. Als je het niet hebt gedaan, weet je niet hoe het is. Dat is. En weet je niet of je het leuk vindt of niet. Oké, okay. Op een schaal van 1 tot 10. Eerlijk, Jenna, op een schaal van 1 tot 10. Hoe onredelijk ben jij tijdens een ruzie? Schaal 1 en 10, hoe onredelijk ben jij? Je ziet weer iets voor je. Ik zie weer iets voor me. Ik ben niet onredelijk. Ik ben onredelijk. Ik wil dat je toegeven dat je fout bent. Ondanks mijn fout. Nou, meestal. Ik maak hier ruzie. Echt? Nou. Waar is die gekheid dan? Ik maak geen ruzie. Ik ben iemand. Ik zoek in alles misschien. Ik zou niet zeggen rust, maar. Ik vergeef en ik laat los en ik wil het beste van maken. Dus ik maak geen ruzie als er geen reden is om. Ik ga het niet zoeken. Mm-hmm. Maar je moet me niet triggeren. Je moet het niet. Ik weet niet. Je moet het niet tevoorschijn halen, want dan komt het. Dus, je zei het net over die fuse. Als die fuse eenmaal lit is. Ja, dus ik ben niet onredelijk. Mm-hmm. Ik ga dingen zeggen. Mm-hmm. Ik ga je misschien kleineren, is onredelijk zijn. Ik ga je kleineren, ja. Waarom moet je je man kleineren? Even ervan uitgaan dat we het hebben over je man. Wat hij wil. Ja. Dat ga ik doen. Je tak hatsani. Echt hoor? Ja. Daar ben ik goed in. Je zegt tegenstrijdige dingen hoor. Ja. Bleef er tussen. Oké, is ook stel me niet gelijk bloed. Is ook goed, niks mis mee. Oké. Deze dan.
Want je hebt fases van je leven, toch? En jij begon met een 10-jarige relatie. Ja. En ben daarna heb jezelf ruimte gegund om jezelf te leren kennen. Mm-hmm. Denk ik dan, begrijp je? Wanneer ik date, dan date ik met een doel. Of ik laat het me allemaal overkomen? Ik laat het gaan zoals het gaat. Geen purpose? Nee, no purpose. Dus wij gaan niet op een date en dan je loekomie en dan zeg je... Nee. Oh, dan gaan we dit en over een jaar doen we dit en dit. Laat het overkomen? Ik laat het overkomen. Oké. Ja. Oké. Okay. Zo strak ben je niet. Ik pressure niet, toch? Maar ook niet jezelf dus? Nee, dan is het niet in een relatie. Is het niet in een relatie. Ja. Heb je me? Op werkgebied of zo? Misschien dingen die ik van mezelf wil in het leven, mm-hmm. die ik wil bereiken, mm-hmm. dan. Maar op basis van een relatie laat ik het gaan zoals we zien wel waar we ermee komen. Mm-hmm. Maar kijk, op den duur bereik je wel misschien een piek in die relatie waarbij je weet van hey, there's no way back. Ja. Of waarbij je gaat praten over dingen die je samen wil, mm-hmm. maar die dingen komen ook gewoon niet gepland. Juist. Misschien moet je op de bank zitten en dan zeggen we, hey, laten we dit doen volgend jaar. Of juist. Weet toch, over 5 jaar willen we dat bereiken. Maar bijvoorbeeld, ik heb nooit een man gevraagd van, hey, waar zie je zelf met me over 5 jaar? Of waar zie je zelf met me over 10 jaar? Oké, interessant. Ja. Ik ga je die vraag niet stellen, omdat jij voor jezelf moet weten waar jij wil zijn over 10 jaar. Jij vraagt je dat ook niet af? Ik weet waar ik wel voor mezelf wil zijn, bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar. Ja. Als je erbij bent, vind ik het prima. Mm-hmm. Dan vind ik het goed. Want als het goed gaat tussen ons, dan is dit wat ik wil voor de rest van mijn leven. Kijk, ik zie daar independent woman dinges. Want jij neemt hem niet automatisch mee. Zeg, if you did it, en als je er niet bent, dan... You must do. Oké. Okay. Jij moet zorgen dat je Jij moet zorgen. Jij moet erin willen blijven. Je hebt dat nooit gehad dat je een man in je toekomst zag? Dat je zegt van... Dat je dus wel anders denkt dan... Boy. Dat je dus jouw ambities, alles neem je mee, maar dat je nu hem ook meeneemt. Omdat nog je niet. Ziet, nog niet hè? Dat je nog niet te eten. Nog niet. Nog een meeting. Ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Kan ik niet denkbaar, maar ik geef hem nog niet die volle 100%. Maar hij geeft het wel. Oh, er is iets gaande. Ja. Ja, dat. Oké, okay, nee, maar oké. Okay, omdat ik gewoon voorzichtig ben. Je weet je wil jezelf altijd beschermen, toch? Klopt. En je wil niet elke keer weer beginnen met een nieuwe relatie. Teleurstelling. Want ik ben moeilijk. Ik ben niet moeilijk, maar bijvoorbeeld je zegt independent woman. En het is moeilijk om met zo iemand te leven. Omdat ze je gaat overslaan als ze het zelf wil doen. Als ze het zelf kan doen, ze gaat je overslaan. Is logisch. Ja. Voor mij is het heel simpel, hè. Dus het maakt niet uit of je dus met independent woman bedoelend een dame die gewoon de ding doet, die gaat, ze rolt, weet je. Ja. Moet je ook rekening mee houden, is dat niet toch? En of dat nou een heer is. Je moet gewoon van me houden. Dan komt het goed. Je moet van me houden, dan komt het goed. Je moet van me houden, dan komt het goed. Je moet van me houden en toegewijd zijn. Daar hoeven geen jaloezie te zijn. Misschien wil ik meer tijd met je doorbrengen dan dat kan. Maar dan kan ik dat handelen, als ik zolang ik weet van Luko, I love me, gewoon aan dit bezig. Ze is ergens aan het gaan. Dat is ook zolang we een goede, in principe, verstandhouding hebben, dan gaat het werken. Oké, maar je bent dus niet iemand die van de afspraken, hè? Hey, dit zus en dan en dan doen we doen dit niet, dat niet. Je laat het gewoon overkomen, laat het organisch gaan, de relatie. Ja, kijk, wanneer bijvoorbeeld iets zich voordoet, is in... Ik ben voorzichtig met mijn woorden, toch? Ik zie het. Ik ben echt voorzichtig met mijn woorden. En waarom ben je voorzichtig? Omdat iemand kijkt? Niemand omdat doet. Iemand meekijkt? Iedereen kijkt. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht omdat specifiek iemand meekijkt. Dat niet. Nou. En Adoro Sofara eten. Ik ben gewoon voorzichtig met wat ik zeg, omdat ik niemand wil kwetsen. Bijvoorbeeld, stel... bijvoorbeeld in Suriname. Je weet hoe het gaat in Suriname. Mm-hmm. Een man komt te overlijden. Je weet toch. Die man heeft misschien zijn vrouw, maar de buitenvrouw ik probeer toe. Oké, spannend altijd, ja. En als je dat meemaakt, dan ga ik wel tegen mijn partner zeggen van, hey, doe dat nooit meer, maar. Of zorg ervoor dat het nooit zo ver komt. Ja, ja. Dat heb ik je al gezegd, wat ik verwacht en wat ik niet wil. Ja. Snap je me? En in Breed, heeft gewoon buitenvrouw in Doro. Zuma. Er kunnen ook twee, er kunnen ook twee komen en drie en wordt het een hele... De hele berry kan niet doorgaan. Zo, dan ga ik het wel zeggen van, hey, je weet toch, boy, doe dat nooit meer, man. Kom maar niet te schande zetten. Zeven. Ja. Dat heb ik jou genoeg gezegd, toch. Maar is dat een dealbreaker, wanneer een man Nee, dat is geen een keertje uitloopt?
Dat is geen dealbreaker. Niet? Iedereen loopt uit. Vrouwen lopen ook uit. En mannen zeggen ook altijd, ja, vrouwen doen het beter. Dat zeggen ze toch? Uitlopen, even serieus. Ja. Ja, dat zeggen jullie toch? Vrouwen kunnen beter uitlopen. Ja, maar dat is het niet. Sneakier, zijn vrouwen slimmer. Kunnen niet beter uitlopen. Vrouwen hebben respect voor die man. Om hem niet te laten... Ze doen meer moeite om het weg bij hem te houden. Ja, ik heb respect voor mijn partner. Okay. Yeah. Want ik wil hem dat niet aandoen. Yeah. Snap je me? Yeah. Ik wil hem dat niet aandoen, dus ik heb respect voor mijn partner. Dus ik ga het zo goed mogelijk doen dat hij het niet... Ik wil niet dat hij erachter komt. Yeah. Want ik wil de relatie die ik heb met mijn partner eigenlijk niet stuk voor het feit dat ik ben gaan snoepen buiten. Mm-hmm. En een vrouw gaat dan wel tegen die man zeggen waarmee ze gaat... Waarmee ze uitloopt van, hey, ik heb wel mijn man. En trouwens, die man weet dat die vrouw die man heeft. Vanuit Suriname. Iedereen weet precies wie met wie gaat. Ja, ja, ja. Niemand moet komen zeggen, geen enkele vrouw moet komen zeggen, ik wist niet dat die man een vrouw had. Ja. Met Biggie. Ja. Want je wist het. Loco, iedereen kent Smatori hier in Suriname. Precies. Ik ben naar iemand gegaan die ook iedereen Smatori kent. En ik heb gevraagd, hey, wat weet je van Priscilla Graan Oost? Want ik weet dat het precies de juiste persoon is. Hij zegt... Boy, niets, boy. Ik zeg niets. Oké. Iemand die normaal alles weet. Ja, ja. Suriname is klein, toch? Dat is goed, dat is positief. Dat is positief, toch? Dat betekent... Maar je hebt net uitgelegd dat als, wanneer je uitloopt, dat je het goed doet. Nee, ik kan niet zeggen dat ik uitloop, maar dat ik niet Wanneer? Ja, als je zou uitlopen. Iedereen loopt uit. Ja. Een man loopt uit zoals de vrouw. Maar je hebt wel eens uitgelopen. Dan was ik in een relatie. Schatje. Oh, gewoon schatje. Ja. No, dan je bent mijn schatje. Dan heb ik geen... Maar terwijl jij mijn schatje bent, heb ik misschien nog een ander schatje. Je hebt schatjes. Oh ja, no. Maar jij en ik zijn in een relatie. In een relatie waarin ik ben geen verantwoordingsschuldig. Precies. No, ik heb twee schatjes tegelijkertijd gehad. Minoli. Ja. Maar interessant dat jij dat niet... Dat is geen dealbreaker dat je zegt van oké, we zijn klaar wanneer iemand van je uitloopt. Het is realistisch. Veel mensen lopen uit. Het is geen dealbreaker. Ja. En kijk. Daarom zeg ik, laat me het niet weten. Ja. Maar het is, wat zegt die man aan die vrouw met wie hij uitloopt? Ja. Ja toch? Hoe gaat hij ermee om? Zeg klaar. Je kan zeggen bijvoorbeeld, we gaan niet meer. Wat gebeurt? Bijvoorbeeld, ik ga niet meer met haar. Maar je weet boemboem nog dat je met die vrouw gaat. Ja. Omdat je die vrouw waarmee je uitloopt en ook tevreden wil. Zij weet het ook, ondanks hij dat zegt. Omdat je die vrouw waarmee je uitgaat, je wil je ook tevreden stellen. Ja. En die man is zijn imago aan het strelen. Dat doet hij. Hij voedt zijn imago, want hij wil zich lekker voelen op dat moment met degene met wie hij is. Ja. Maar die vrouw, in principe, moet een beetje verder denken. En vrouwen zijn opzettelijk. Klopt. Vrouwen zijn gewoon opzettelijk. Ik zeg altijd, een vrouw breekt de andere vrouw. Geloof me. Vrouwen zijn gewoon opzettelijk. Omdat, als je weet dat die man eigenlijk een vrouw heeft, of in een relatie is, noem maar op. Waarom ga je alles eraan doen, zodat die vrouw erachter komt dat je bijvoorbeeld die man naait? Ik bedoel, even wat je mama moet niet in peace, doe je san, bouw jezelf op. Zo zie ik het. Ik ga het nog verder brengen. En dit is niet alleen een Suriname ding, want dit is ook, volgens mij is het Caribisch gebied ding ook, ja. Op de Dominicaanse Republiek. Als een man geen vrouw heeft, ik wil bijna zeggen dat een vrouw hem dan niet aantrekkelijk vindt. Want wat is er mis met je dat je geen vrouw hebt? Als een man geen vrouw heeft, een vrouw vindt het aantrekkelijker als een man een vrouw al heeft. Als hij geen vrouw heeft, er zijn geen mannen die zonder vrouw. Geen vrouw hebben. Je komt moeilijk een man tegen bijvoorbeeld van onze leeftijd die single is. Ja. Of die pas uit een relatie is. Ja. Nee, nou hoor. Ja, het is, je bent pas uit een relatie. Nee, single. Je bent single. Ja. Dus je komt die mannen niet makkelijk tegen. Uh-huh. Dat is het. En wie zegt dat die man die op dat moment single is, ook een vrouw tegenkomt die hij leuk vindt en ook op dat moment single is? Maar is dat, denk je dat het waar is wat ik zeg, dat een man minder aantrekkelijk is wanneer hij single is? Dat is niet waar. Want dan ga je afvragen van wat is mis met hem? Misschien is die man, het is niet waar. Dat heb jij in ieder geval niet. Mm-mm. Want die vibe krijg ik namelijk. Mm-mm. In sommige landen als ik het bezoek van. Het is dat, niet dat waar. Dat soms aan een man dat hij single is. Niet interessant. Maar een man die een vrouw heeft. Heel veel vrouwen, heel veel mooie vrouwen die single zijn. Is dat zo? Ja. In Suriname ook? Ja, in Suriname ook. Maar er zijn altijd misschien schatjes. Misschien doen ze hun ding. Misschien hebben ze een schatje. Hallo, je kan niet droog blijven. Dus jij hebt ook... We hebben net vastgesteld dat het iets gaande is. Ik ga niet eens met je daar gaan. Maar... Het is altijd... Als je iets niet... Waarom zou je willen terugkrabbelen wanneer het te laat is? Zorg ervoor dat je het niet zo ver krijgt. Mm-hmm. Kom niet op, als je dat punt niet wil voor jezelf. Je weet, het is een ongemakkelijke situatie voor jezelf. Ja. Waarom breng je het zo ver? Mm-hmm. Ineke,
hoor je ze, je kan niet gestructureerd eigenlijk bezig zijn. Je weet toch? Ja, ik hoor wat je zegt. En dan heb ik het over dingen die, ik denk dat ze die vrouwen gewoon macht geven. Hoor. Die vrouwen die dat soort dingen doen. Ja. Geven die vrouwen gewoon macht. En ze denken dat ze, omdat ze die macht hebben, dat ze vrij zijn om te laten weten dat ze met die man gaan. Hoe bedoel je? Dat ze die vrouwen mag geven? Welke vrouwen? Hoe die man zijn eigen ego streelt. Mm-hmm. Om zich lekker te voelen met degene met wie hij is op dat moment. Juist. Precies, zo streelt hij haar ego ook. Oké. Hij wil mij, hij heeft zijn vrouw. Precies, maar hij wil mij. Hij besteedt meer tijd met mij. Je snapt het. Okay. Je denkt hij komt vaker bij mij. Hij is vaker bij mij. Ja. Dat wil zeggen, ik ben belangrijker. Ik ben speciaal. Juist. Zijn eigen vrouw is niet zo speciaal. Ja. Zeg maar, dan waarom ga je in principe dat gaan gebruiken om jezelf te gaan bewijzen? Mm-hmm. Je mag, maar het begint bij één vriendin die je zegt. Mm-hmm. Ik heb iemand die ik vertrouw. Ja toch? Ik zeg die persoon, ik geef die persoon een tori van hé, maar zeg niet hoor. Je weet toch? Ik heb sowieso iets gedaan. Die persoon die je hebt gezegd, heeft ook weer iemand gezegd. Die hij of zij vertrouwt. Iedereen is een vertrouwenspersoon. Hé, ik moet niemand en zeggen. En wie gaat dat aan die zeggen? Ook die persoon heeft weer iemand die hij vertrouwt. Nee, maar zeg niet zo. Niemand zeggen hoor. Sorry, boss. Ja. Daarom heb ik respect voor mannen die. Ik ken heel veel mannen hoor die een buitenrelatie hebben. Maar geloof me, die vrouw heeft er geen last van. Ik heb respect voor die mannen. Echt. Respect voor die mannen, want? Ja. Omdat ze het weghouden bij die vrouw. Niet dat ze het weghouden voor die vrouw. Ik ga je niet kunnen komen zeggen dat je niet moet uitlopen. Ik ga je niet kunnen verplichten om met me te blijven. Oké. Okay. Maar heb respect voor die relatie. Mm-hmm. Ja toch? Doe dat. Noem ik me versie vadong. Dat is hem vooral, hè? Noem ik me versie vadong. Ja. Want de manier hoe ik jou draag, mm-hmm. geloof me op straat, doe ik met mijn neus in de lucht. Mayo wakagim heb je net gezegd. Is normaal. Mayo wakagim. Dat heb ik niet gezegd. Je verdraait die dingen, boy. Nee, is normaal. Toch? Vrouwen lopen ook uit en ze doen het goed. Dat heb ik niet gezegd. Jullie mannen zeggen dat vrouwen beter doen. Heb ik gehoord wat ik wilde horen. Ik ga stuk met jou. Nee, maar nee. Oké. Ja, dus dat. Oké. Dus big up die mannen die het doen en dat hun vrouw er geen last van hebben. Oké. Nee, niet verkeerd. Echt niet verkeerd. Het is een normaal ding. Nee, ik denk dat jij realistisch bent. Mensen lopen is uit. Dat is gewoon waar. Mensen lopen uit. Dus het klinkt vreemd, toch? Als je zegt, ja, het klopt niet, maar het is gewoon waar. Mensen lopen uit. Ik zeg wat altijd, zijn je grenzen? Israna, tante, oma, nichtje, alles maar ewaka. Oma lopen uit, kan het toen nooit isabi, nooit opa sabi. Ja. Maar ze gaan naar... Oma op 13, ching. Wat maar denk ze vieren je gouden huwelijk. Ja. Nou, bedoel ik, wat je hebt moet je niet stuk maken. Nee, oké. En zei je, denk, ach, maakt voor mij niet uit. Maar dat zeg me dat het niet uitmaakt. Ja. Want dat wil ik ook. Laten we een open relatie hebben, hè. Nee. Laten we een afspraak maken, we hebben een open relatie. Even voor de duidelijkheid, ik wil niet mezelf hier veren in mijn... Hoe zeg je dat? Nou, dat is wel moeilijk, hoor. In ieder geval, wat ik probeer te zeggen is... Ik loop niet uit als wanneer ik in een relatie ben. Ik loop ook niet uit als ik in een relatie ben. Dan ben ik single en dan doe ik wat ik wil. Dan ben je single. Maar waarom lach dan je daarachter? Dan ben ik liever single. Ja, dan ben ik gewoon single, toch? Dan kan je doen wat je wilt. Omdat je gelijk naar single gaat, daarom begin ik te lachen. Je denkt, nou moet gelijk goed praten voordat men me verkeerd begrijpt. Nee, voor mij is het heel simpel. Als je single bent, kan je doen wat je wil. Dan moet je dat dan zijn. Moet je single. En dat schatjes, bedoel ik. Model, prima. En dat bedoel ik. Daarom zeg ik, die keus moet je aan mij laten. Want ik ga er niet goed mee omgaan. Ik ga en niet dat goed... is mijn punt. Laat die als keus. Ik denk dat je toegewijd bent en dat je wakker game. Laat die keus. Ik ga dat niet voor goed mij. Okay. Als ik je heb betrapt op als er iets is gebeurd waarbij ik denk van hé, maar why. Ja. Dan moet je me gewoon eerlijk zeggen, maar ontken niet. Want jij ontkent. Okay. Waarom ontkennen mannen zoveel? Wat denken ze dat ze doen als ze ontkennen? Je blijft nee zeggen, nee zeggen. Maar als hij zegt ja, wat dan? Ja, oké. Okay. Dat bepaal wat ik zeg je, nu. Stop ermee? Of nee, je maar zegt, dat bepaal, ik ben nee, dat bepaal ik wat ik doe. Ja. Bepaal ik wat ik doe. Okay. Wil ik dan je vergeven of wil ik zo doorgaan? Ik bepaal dan wat ik ermee doe. Laat het aan mij over, maar jij kan me niet voor me komen bepalen mm-hmm. wat ik moet doen. Of jij kan me niet in principe denken, jij kan niet denken dat je het achter mijn rug gaat blijven doen en dat ik nooit erachter ga komen. Ja. Ik bedoel, kijk, zolang ik niet erachter kom, doe je ding. Ja. Ik bedoel, hallo. Ja. Wat niet weet, wat niet deert. Ja, toch? Mm-hmm. Maar zolang ik erachter kom en ik begin je te vragen, dat wil zeggen, want hoor die likkie. Juist. Liever ben je, kom je gelijk clean. Je hebt dat gedaan. Ja. Maar je maakt dat niet erger als je blijft ontkennen. Want in ieder geval, als je relatie wilde zeven, was het zo belangrijk voor jou was. Mm-hmm. Niet fragiel. Zou je toch niet vreemd gaan? Ja. Ik zie dat
uitlopen is echt een vaste thema gewoon die altijd voorbij komt. Zo. Wereldwijd hoor, niet alleen Stranang, maar hier zijn mensen gewoon wat realistischer van het gebeurt. Ermee omgaat. Adayu. Maar waarom als een man uitloopt is het niet zo erg, maar wanneer een vrouw uitloopt is het einde van de wereld? Waarom is het erger wanneer een vrouw uitloopt dan wanneer een man uitloopt? Want als die man uitloopt, verwacht die man dat ik hem vergeef. Dus als je traditie... Maar als ik uitloop, gaat die man me nooit vergeven. Is klaar. Abba. Maar ik geloof sowieso niet uitlopen. Hè? Dus, maar oké, okay, ik ga me even in die rol zetten van die man die jij denkt, de algemene man waar jij het over hebt. Ik ga wel eerlijk zeggen, traditioneel als een vrouw uitloopt, ik verwacht beter van een vrouw. Je zegt zelf, jullie zijn slimmer, jullie zijn... Te zeggen, het is vies als een vrouw uitloopt. Wat ik ga zeggen gaat me kwalijk worden genomen, maar ik vind dat een vrouw een bepaald soort waarde heeft toch. Die ze... Maar die waarde bepaalt ze zelf. Die bepaalt ze zelf, inderdaad. Zeg, drop het meteen voor me. Maar als ik heel eerlijk praat, verwacht ik beter van een vrouw. Als ik eerlijk moet zijn, als zolang er in principe, als dat ter sprake komt in een relatie, ja, is die relatie gewoon al stuk. Ik vind dat moet je gewoon doorgaan met de persoon waarmee je uit hebt gelopen. Blijf daar. Oh, toch wel? Ja. Okay. Maar het is geen dealbreaker, zeg je. One night stand zijn is toch ook uitlopen? Ja, ja, ja. Je kan toch ook een keer bijvoorbeeld door geen reclame maken, naar Diamond gaan, je doet je ding. Ja. Het zijn mooie vrouwen daar, laten we even eerlijk zijn, die verleiding is groot. Oké. Okay. Je hebt je ding gedaan, is uitlopen. Je bent naar huis gekomen, daarna, ik weet nooit waar je was. Ja. Maar je hebt het daar gelaten, je bent er klaar mee. Juist, er zitten geen gevoelens. Er zitten geen gevoelens bij. Ja. Oh, dat zou je eventueel door de vingers kunnen zien van... Oh, ik ga het nooit weten. Ja. Ik ga het nooit weten. Ja. Tenzij hij opeens iets doet dat je denkt, waar heb je dat vandaan gehaald? Tenzij hij iets... Ga weer daar. Als dat iets goeds is, wel, ja. Oké. Okay, okay. Dat. Oké. Okay, okay. Nee, cool. Oh ja, dit vind ik belangrijk, want we hadden het over... Ik had het net over de waarde van een vrouw. Maar welke waarde vind jij dat een man sowieso moet hebben? Wil jij überhaupt geïnteresseerd zijn? Dat je zegt van, Luku, niemand is perfect, maar dit moet hij hebben. Een waarde die een man moet hebben. Wat voor waarde moet een man hebben? Maar waarover heb je het? Heb je het over financieel? Heb je het over gedrag? Jij vult het in. Heb je het over... Jij vult het in. Het kan. Het is wat jij ziet. Oké, okay, dan laten we eerst langs financieel gaan. Over het financiële zeg ik altijd, een man moet een vrouw niet verzorgen. Je moet niet komen verzorgen, nee. Een man moet een vrouw ondersteunen. Een man ondersteunt een vrouw. Maar je verzorgt me niet. Hallo, nee. Oké, okay, ondersteunen. Ja, een man mag, niet moeten. Een man mag een vrouw ondersteunen. En omgekeerd kan ik het ook een keer doen. Ja, gebeurt dat ook? Een keer? Ja, een keer. Een keer kan je het ook doen? Ja, een keer. Los van wanneer ik geld bij je leed, geloof me, ik kreeg het niet terug. Okay. Natuurlijk ga ik het teruggeven, maybe, maar ik kreeg het niet terug. Oké. Okay. Nee, dan is het... Nee. Maar het moet van beide kanten komen, eigenlijk. Het is ondersteuning. Ja. Het is echt gewoon een ondersteuning. Of een push. Okay, die man kan die vrouw ook een push geven in het leven, toch? Ja. Op een ander niveau plaatsen. Ja, maar we praten hier over financieel, dus een financiële push. Is financieel. Oké. Okay. Dat kan je alleen met financiële middelen. Ja. Kan niet anders. Spiritueel kan ik je ook poweren, toch? Of met een bepaalde kennis van, als je... Maar yes, leuk, die steun, maar ik heb het over financiële steun. Als je gaat spenden, ik ga geen nee zeggen. Ja. Als je wil komen met je zogenaamde omkoperij. Mm-hmm. Is het weer iets anders. Want als ik weet van, hey boy, jij komt nooit op mijn buik liggen, bij wijze van, netjes gezegd. En je komt met die zogenaamde omkoperij, ja, dan moet ik er niets van. Ja. Want voor wat hoort wat. Er gaat een punt komen toch, dat hij gaat vragen van, hey, hoe zit het met die jar? Snap je me? Ja, I get it. Dus, het gaat wel, ik zeg, seks gaat wel met gevoel. Als ik geen gevoel voor je heb, kan ik geen seks met je hebben. Ik kan het niet met je delen. Yes. Dus het moet wel, iets moet er wel zijn, een klik moet er wel zijn. Maar wat een man moet hebben, de waarde van een man, is eigenlijk van binnenuit. De manier hoe hij is van binnenuit, de manier hoe hij me behandelt. Okay. Met respect. Met respect. Ja. Dus... Je hoeft niet op je handen te dragen, dat verwacht ik niet. Mm-hmm. Verwacht ik niet. Maar wel respect. Heb respect voor me. Heb gewoon respect.
voor mij als vrouw. Voor elke vrouw, voor any vrouw, voor je moeder. Maar dat is zo waar, dus respect hebben voor vrouwen. Ja. Je moet voelen van deze man heeft respecteert vrouwen. Precies. Oké. De manier hoe je met me omgaat, de manier hoe je me aanspreekt. Ja. Dat is wat ik wilde horen, wat je zei, ook voor zo'n moeder. Ja, ook voor je moeder. Dat is waar je naar heb kijkt. Heb respect. Je zus, heb respect. Ja, heb respect voor vrouwen. Heb respect voor vrouwen. Ja. Dat is... is iets speciaals. Als een man dat heeft, is het echt speciaal. Oké. We zijn dat. Ja, dat is wat ik zo. Dus respect voor vrouwen. Ik vind het een goeie, want het is niet vanzelfsprekend. Ja. Want je hebt ook mannen waar je aanvoelt van deze man respecteert vrouwen. Ja, misschien is in zo... jullie eerste fase denk je van, zegt die mooie dingen en zo. Klopt. Maar hoe hij daadwerkelijk handelt, zie je van, nou. De manier hoe je me aanspreekt, de manier hoe je met me praat, de dingen die je zegt. Maar sowieso geen moeten. En ik moet tegen me, ik moet. Niemand zegt je moet? Nee. Ik ga precies niet doen wat ik moet. Moeilijk. Jij boy. Oké, ik wil het over jou hebben, dier. Ja? Maak de zin af. Ik heb veel gezien en veel meegemaakt. En dit is wat ik over mezelf heb geleerd. Met alles wat ik heb gezien en heb meegemaakt. Wat heb je over jezelf geleerd? Je kan je tijd nemen. Moeilijk, hè? Het is moeilijk, hè? Ik zou je bijvoorbeeld... Ik kan niet zeggen nooit. Ik wil niet zeggen nooit meer. Kijk, wat ik voor mezelf heb geleerd de afgelopen periode, is echt gewoon, ben ik echt eerlijk, is dat ik niet op aarde ben om mensen tevreden te stellen. Nee leren zeggen. Dat. Had je daar moeite mee? Ja. Oké. Het is wat ik zei toch? Ik zet jou boven en ik zet mezelf op de laatste plaats. Ja. Want ik moet jou tevreden stellen, ik moet er zijn voor jou. Mm-hmm. Maar ik vergeet mezelf. Ik vergeet dat ik er ook ben. Mm-hmm. En als ik niet in principe stabiel genoeg ben, emotioneel, ga ik er niet kunnen zijn voor jou. Ja. Dan zeg ik, sloof me uit. Juist. Dus dat is wat ik heb geleerd. Dat is wat ik heb geleerd, is dat ik niet op aarde ben om de mens tevreden te stellen. No one. Yes. Niemand. En dat moet je zelf ook herinneren. Dat is van mijn kind, sorry. Ja, ja. Nee, maar dat spreekt voor zich. Ja. Oké, check deze, ja. Als je moest kiezen tussen een geweldige relatie waarin alles zit wat jij zoekt in de liefde, maar hij duurt maar 5 jaar. Dat weet je vooraf. 5 jaar, een relatie waar alles in zit. Dus een ultieme relatie, ultieme gevoel. Maar hij duurt niet langer dan 5 jaar. Of dat nou ziekie is of whatever, maar dat is in ieder geval de keuze. 5 jaar. Of voor altijd met the love of your life. En niet weten wat het zal brengen. For the love of my life. En niet weten wat het zal brengen. En niet weten wat het zal brengen? Ja. Dus of er nou teleurstelling komt en al dat soort dingen. Ja. En waarom kies je dat? Ben je een romanticus? On long term, ja. Ik ga liever voor long term. Long term. Dan voor die maar niet weten dat het idee had die kan geven, teleurstelling, ouwe kagie. Je moet met geen situaties respect. Om kunnen gaan, denk ik. Dat is hem, hè? Dat is ook wat je hebt geleerd waarschijnlijk. Ja, je moet met situaties leren omgaan. Mm-hmm. En je moet dat eigenlijk, samen moet je eruit komen. Laat dat niet aan één persoon over. Ja. Dat die persoon het gaat fixen. Of ja, het hangt gewoon van jou en van wat jij nog hoop hebt. In die relatie. Yeah. Ik heb hoop in die relatie. Yeah. Maar voor jou, het is al wat het is. Uh-huh. En je denkt, ik blijf jij maar ervoor vechten. Ik weet het komt goed, want jij vecht ervoor. Yeah. Ik weet, ik leg het in jouw handen en het komt goed. Uh-huh. Om dat samen kunnen. Heb je dat meegemaakt dat je te lang in een relatie bent gezeten waarvan je eigenlijk al lang wist van dit gaat nergens. Dus ik zei eigenlijk 3 relaties, maar eigenlijk 2. Ja, dat tel ik niet. Maar dat niet. Het was niet. Het was niet wat jij dacht dat het herkend, was? Herkend, het was niet. Het was aan de download. Ah. Het was gewoon, we zijn met elkaar, we kijken wat het wordt. Ja. Dus eigenlijk 2 vaste relaties. Ja. En 2. Ja. Dus ik ga liever voor zijn met de liefde van mijn leven en kijken wat de toekomst brengt. Maar heb je dat meegemaakt, dat je in een relatie hebt gezien dat je eigenlijk dacht eigenlijk, van, is al lang, maar je bleef erin hangen, om wat voor reden dan ook? Omdat je nog hoop had van het kan wat worden. Ja, of... ja. Pas. Of misschien, pas. En, dat is die derde die je... Die tweede, ja. Die tweede. Oh, die tweede. Pas. Omdat ik van mezelf wist dat ik dit niet voor de rest van mijn leven wilde. Confrontaties en al dat soort dingetjes. Maar, on the other hand heb ik ook zoiets van, kijk, wat je hebt, heb je. En ik waarom opnieuw beginnen, als ik jou al ken. Ja, kijk, zie je, om die dingie vraag ik dat. Ja. Ja.
Waarom? Daarom zeg ik, ik ga liever voor de rest van mijn leven met the love of my life. Yeah. Kijk, het gaat een tijdje niet goed gaan. Er gaan obstakels zijn, er gaan dingen zijn. We gaan niet altijd alles leuk vinden. Yeah. We gaan meningsverschillen hebben. Maar voor alles is er een oplossing. Alles heeft een uitweg. Yeah. Maar je moet willen. Mm-hmm. Je moet gewoon willen. En beide mensen moeten willen. Juist. Beide partijen moeten willen. Die. En effort en moeite en maken. Effort en moeite. Want jij kan willen, maar wat als die keel gewoon erbij zit van jou? Whatever. Dat bedoel ik. Oh, dat heb je meegemaakt? Nee, ik heb het niet, dat niet zo extreem. Maar dat bedoel ik met, wat als één persoon gewoon iets heeft van ja, het komt wel goed omdat jij fixt het wel. Jij fixt het. Ik vertrouw in je en ik weet je fixt het was altijd. Was jij de fixer? Altijd. Oké. Okay. Omdat ik vecht voor. Maar toch, uno de moro. Mensen waarvan dus ik dit is, hou. No. Het is toch niet gefixt? Nou, omdat ik los heb. Je wordt moe. Ja, toch? Dat is een. Ik heb losgelaten. Ja, ja. Je wordt moe. Je wordt echt gewoon moe. Maar dat is dan belangrijk wat je zegt. En ik denk dat veel mensen om die reden met elkaar blijven. Dat die denken van, boy, eenmaal hoe dit bijeren. No, ik ben no. Dadelijk moet ik weer opnieuw met iemand. Opnieuw beginnen is niet verkeerd. Dat zeg ik, mensen op ontmoeten is niet verkeerd. Mm-hmm. Maar op den duur. Mensen weten, ik geloof ook niet in dat ik je beter moet leren kennen. Want ik kan mijn tijd verdoen met je om eigenlijk je 3 maanden beter te leren kennen en het is toch niet wat het is. Juist. Ja toch? Ja. Dus laten we ervan maken wat, het moet klikken, laten we ervan maken wat we ervan kunnen maken. En dan zien we wel. Uh-huh. Maar ik ga geen energie en tijd gaan stoppen in dat ik je beter moet leren kennen. Je voelt wel gelijk aan wanneer het klikt. Je voelt gelijk aan dat het klikt. Ja. En waarom nog elkaar beter leren kennen? On the long term zullen we elkaar beter leren kennen. Mm-hmm. En dat zien we wel. Ja. Zo. Okay. Ik ben gewoon een realist hoor. Ik zie het. Ja. Inderdaad. Ik hoor het inderdaad, ja ook. Ik ben gewoon een realist. Dat is ook waarom je kijkt naar uitlopen, hoe je ernaar kijkt. Ja. En, ja. Hoe loop je uit? Ja. We komen weer terug op uitlopen. Ja. Nou, op een gedeelte dat. Denk jij dat jij... Want ik maakte net de opmerking, hè? En toen zei je, nee, die kill heb ik nog niet ontmoet. Dus nu, wanneer jij denkt, denk je aan Priscilla en je toekomstplannen en je ambities. En je neemt niet per se een kill erin mee, ook als je met iemand al gaat. Nee, omdat die kill is er, hij bestaat. Wat zeg je? Die kill, wat over je het hebt. Uh-huh. Hij is er. Hij bestaat. Het is mijn huisje, boompje, beestje, man. Ja, want je bent huisjeboompje beestje. Ja. Hij is er, hij bestaat. Mm-hmm. Maar ik denk dat mijn tijd nog niet, het was mijn tijd niet. Bepaalde mensen moesten eerst in mijn leven zijn. Klopt. Misschien ook gewoon om mezelf beter te leren kennen. Misschien ook om eigenlijk uit ervaring te gaan leven. Te gaan leven over wat ik heb meegemaakt, wil ik niet meer. Nu weet ik precies voor mezelf wat ik niet wil in een relatie. Wat is het wat je absoluut niet wil? Disrespect. Disrespect vooral. Ja. Make me fancy van hem. Make me fancy van hem. Disrespect. Dat wil ik niet. Ja. Dat wil ik niet. Omdat ik dat niet met je ga doen, daarom. Wat ik niet met je, wat ik niet voor een andere wens, zeg ik het goed? Wat ik niet voor mezelf wens, ga ik ook niet aan met de andere doen. Ja. Dat is het. Ja. That's respect is een respect factor. Respect. Ja. Even kijken, want een troepel van je is ook gekomen. Ja. Maar met wat voor type mensen omring jij jezelf graag? Werkklasse? Ja. Oké. Okay. Zitten we allemaal op die maatschappelijke ladder. Ja? Ja. Of mensen die ook bezig zijn? Zijn bezig, ja. Oké. Okay. En van welke type mensen blijf je echt weg? Kijk, laat me zeggen, sukutrobisma minade. Oké. Dat niet. Ja. Ik doe niet mee. Maar kijk, iedereen heeft iets in zich. Mm-hmm. Iedereen heeft iets gangster in zich. Uh-huh. Maar je moet het eruit. Je weet dat, kijk, iedereen kan zijn mannetje staan. Uh-huh. Ik bedoel, als iemand jou tegemoet loopt nu, je gaat toch niet staan voor de persoon. Maar voor go zoeking? Maar mijn ego zoeking. Ja, ja. En ik ga niet met mensen om zijn ego zoeking toe. Ja. Zijn ego bijfitty, bij wijze van. Ja. Het is nergens voor nodig. Uh-huh. En het is nergens voor nodig. En naarmate ik met iemand omga en ik zie van, hey, ik zal maar niet zeggen, je kan niets voor me betekenen. Want iedereen kan op elke andere vorm iets betekenen voor je. Maar als je mijn energie drinkt. Juist, daar zit het in. Daar. Ja. Minade, ik ben geen type die je elke dag gaat bellen om te chillen. Ik bedoel. Dus als we matties zijn? Ja, ik kan 3 dagen. We zijn matties, ik heb jou een week misschien niet gesproken. Ja. Maar te omitie, dat omitie. Dat is het aan weer. Dat is het.
alsof we elkaar niet gemist hebben. Dus je kan niet met mensen die te veel aandacht willen? Nee, ja. Die constant je aandacht willen? Je moet niet trekken, allemaal. Ja. Je moet niet allemaal dat doen. En aan Masra ook niet, tenminste, die hubby. Die aandacht hoor ik wel. Ja, die aandacht moet er wel zijn. Ja. Want die aandacht, ja, want als je me niet belt de hele dag door op raak. Ja. Ik bedoel, waarom heb je me niet gebeld? Ja, huh? Je mist me niet. Ja, je zoekt niet naar me. Je wil niet weten waar ik ben of wat ik doe. Ja. Dat. Okay. Hey, dus Luco, in Gilly's Love Line haal ik wel eens een liefdesquote tevoorschijn. Want er zijn miljoenen liefdesquotes. Ja. Soms zijn ze corny, vaak zijn ze corny. Soms zijn ze echt van dat je zegt, oké, ja, die hoor ik zo vaak, maar ze zijn meestal waar. Ja. Ik wil daar eentje op tafel droppen, dan wil ik dat we samen erop inzoomen. En dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Misschien denk je, nee, vind ik bullshit. Of misschien denk je, ay, mimik en mee. Ze zeggen namelijk, liefde is iemand de macht geven jou te vernietigen, maar te vertrouwen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Het heftig. Dus, ay, want... Dus liefde is iemand... Liefde is eigenlijk iemand de macht geven om jou te vernietigen. Ja. Maar... erop te vertrouwen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Ik hoorde dat en ik dacht, is een beetje waar. Is waar. Want je stelt je kwetsbaar open. Ja. Je laat dingen... En die persoon weet precies wat je gevoelige plek is. Precies. Begrijp je? Die persoon weet precies wat de persoon moet doen. Zodat je in tranen uitbarst. De persoon weet precies wat de persoon moet doen. De persoon weet wat je niet leuk vindt. Klaar, laat het niet verzoeken. En jij geeft diegene die macht. Ja toch. En geeft diegene die macht. Is dat is misschien waar. Waarom jij bang bent om... open te staan. Helemaal open te staan voor... Nu hoor. Nu op ik dit moment. Ik praat over recent. Ja. Ja. Ik ben bang om helemaal open te staan, omdat... Wie dat dit, boy? Wie dat dit? Je nou dit dan gaan A teleurstelling aan... Nou, wie dat dit dan gaan aan tijdverlies. Ja. Check maar aan tijdverlies. Suriname is moeilijk. Nee, je hebt gelijk. Het is tijdverlies. Ja. Je hebt geïnvesteerd, tijd, energie. Liefde. Als je weet dat je... Je kan er niet onder zitten. Ja. Snap je me? Als je weet dat je eronder gaat zitten, dan blijf waar je bent. Juist. Als je weet wie je bent. Juist. Elke man weet wie hij is. Mm-hmm. Waarom kom je me? Waarom kom je storen? Als je weet wie je bent. Als je weet dat je me gaat teleurstellen, waarom kom je storen? Why? Ja. Je had gedacht dat je zou veranderen. Uh-huh. Je had gedacht dat wat ik je zou laten veranderen. Je moet veranderen voor jezelf. Niet voor een vrouw, voor jezelf moet je veranderen. En als je niet wil, dan wil je niet en dat gaat ook blijken. Door je handelen, ja, dat gaat blijken. Wat Marty van mij zegt, en dit is eigenlijk mannenpraat, dus dit had ik onder ons moeten houden, maar ik ga het delen. Die zegt, luister, maakt niet uit hoeveel lief je op een dame bent, zodra ze die pussy geeft, is ze een bepaalde macht kwijt. Mm-hmm. Wat vind je van die uitspraak? Zodra ze de zelf heeft gegeven, de lichaam, dan is een bepaald soort macht kwijt bij haar. Weg bij haar. Is een bepaalde macht kwijt. Want dat is de power omdat van vrouwen. Ze alleen in principe, omdat ze eigenlijk alleen die power had tot zolang ze het voor je kon houden. En je in principe ervoor zou vechten. Maar dat ding waar hij zo voor moest vechten, ervan uitgaan... Een stukje vlees. Nee, maar dat is een goede opmerking, want dat is wat het is. Hè? Want zo zie je, het is maar een klein stukje vlees. Waar. Want je hebt meer te bieden dan... Als je mannen die zich gaan uitsloven, inderdaad, voor dat onsje. Ze gaan zich uitsloven voor dat onsje. Uh-huh. En wanneer het heeft gehad, dan opeens en verandert ze... gaan alles ze... doen, ze staan op je hoofd. Ja. Geloof me. Hij is een heer, alles, maar deur open. Ja, hij is een heer, hij is een heer. Materiële, gooien met geld. Ja. En zolang hij het onsje heeft gehad, is die vrouw een bepaalde macht kwijt. Maar zie jij het als ze mag? Dat ding van die vrouw? Nee hoor, het is bij mij, boy. Zie jij het ik als loop een ermee. Juist. Het is, ik ben niet eens wat ik zeg. Je ziet het niet als een power? Nee. Het is geen power. Want ik heb het gegeven omdat ik het wilde geven. Juist. Dus van ma, ben je nu vreemd of anders dan ik zeg... Ik wilde ook. Jij wilde ook, juist. Ik wilde ook naar je bij wijze van. Ik wilde ook seks met je. Daarom heb ik het gegeven. Ja. Want als ik niet wilde, dus had je het niet gehad. Dus Mino Lassi. Ik wilde het ook. Wat ik wilde, heb je me ook gegeven, toch? Mm-hmm. Ja, toch? Ja, dat ja. Sukutiki. Ja. Ja, toch? Mickey zijn toch? Ik geef hem toe, toch? Oké. En het is mijn onsje. Ik loop ermee. Ja. Ik was het. Zo ben ik bepaalde macht kwijt. Okay. Jij ziet het niet zo. Ik zie het niet ik ben zo. Blij, want sommige vrouwen lopen rond alsof dat hun power is. En soms hangt het van de persoon af natuurlijk, hè?
Want voor mij mooi, is dat niet... is overal pony hoor. De pony is makkelijk te vinden. Hetzelfde geldt voor die Socratiki. Hetzelfde geldt voor die overal te vinden. Is overal te vinden hoor. Ja. En misschien makkelijker zelf voor de vrouw. Dan wat de man, oh, sowieso. Allemaal, wat de man allemaal moet doen ervoor. Juist, juist. Dus... Oh, jij kijkt er niet zo naar? Ik kijk er niet zo naar. En wat is dan wel die waarde? Bijvoorbeeld in een man, dat je zegt, want dat is die waarde van die man. De Socratiki kan je overal vinden, zoals je zegt. Nou, je moet het leren te gebruiken. Dat bakken. Ja, maar je zegt dat zo, hè? Ja. Je moet het weten te gebruiken. Je moet het weten te gebruiken. Maar een vrouw daarom moet ook niet ik, gewoon liggen. Daarom zeg ik, er moet iets zijn. Er moet een vorm van liefde zijn. Mm-hmm. Er moet een klik zijn. Er moet een bepaald gevoel zijn. Ja. En dat is liefde, is de liefde ga je delen met elkaar in bed, toch? Mm-hmm. Dus, en als die liefde dan niet is, is het gewoon seks voor genot? Dat vind ik vies. Seks hebben seks voor genot gewoon. Gewoon. Oh. Ja. Man, ik heb genoeg speeltjes thuis. Ja. Als ik een orgasme wil. Ja, bij wijze van, ja, ja, toch? Ja. Grap gezorgd. Ja. Er komt veel meer bij kijken dan gewoon simpelweg. Ja, dat klaar ik komen. Iets er komt zijn. Veel meer bij komen. Ik moet los kunnen gaan met je bijvoorbeeld in bed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in een shingi als we seks hebben. Juist, belangrijk. En dan is het ook niet lekker als je met een spanning seks hebt. Ja. Ja toch? Ja. Dus er moet een klik zijn. Want in dus het begin... Zei, kijk, het moet hier zitten. Dan zei je het doet voor een reden. Mm-hmm. Maar dan heb je die switch ook al gemaakt. Mm-hmm. Want je weet, ik doe het voor een reden. Bijvoorbeeld, ik moet iets bereiken. Snap je me? Dus het hangt echt af van mens tot mens. Het moet hier zijn. Nu, en dan sla je de spijker op zijn kop. Mm-hmm. Dat is, ik zeg, dat is makkelijker bij de man dan bij de vrouw. De vrouw moet wel... Het moet hier zitten. Hier zitten de man ja. kan gewoon seks hebben, gewoon ja. uitgenot. Gewoon, weet de meeste mannen. De ja. meeste, hoe is dat? Ja. Nee, ja. Sorry. Sorry, nee. Ook niet alle mannen zijn slecht. Weet je waarom ik het zo druk? Ik ben niet per se een hele goede man. Maar bij mij moet er meer zijn dan alleen dat wat je zei. Ja. Oké, maar hoe zit het? Stel. Takanam. Ja, hoe zit het? Bijvoorbeeld. Je zegt, je bent single. En dan zeg je wel een sekspartner. Is dat single zijn voor jou een vaste sekspartner? Je bent wel single, we zijn elkaar geen verantwoording schuldig, we zijn in een relatie. Ja. Maar je bent wel mijn vaste sekspartner. Is dat single zijn voor jou? Of is dat single zijn voor jou dat iedereen... Ik leef vrij. Ik ben single. Dus dat wil zeggen, ik kan vandaag iemand ontmoeten, ik heb contact met die persoon. Morgen ontmoet ik weer iemand anders, ik heb weer contact met die persoon. Ja. Wat is single zijn voor jou? Who's of no? Ik weet niet wat de real meaning is van single zijn. Ik kan je mijn mening geven. Toegewijd zijn aan elkaar. Dat ben ik niet single. Als ik zeg van no, me go game. Want ik zeg je, ik geloof niet in vreemd gaan. Ja. En seks is maar is belangrijk, is niet alles. Het is... In de zin van, oh, ik heb alleen seks met jou. Nee. Seks is belangrijk, dat maakt je relatie gewoon hechter. Ik heb mijn ouders in mijn idee, hoe zal het met ze gaan? En nu heb ik opeens jou ook daarbij. Hoe zal het met je gaan? Hoe gaat het nu? Hey, hoe gaat het? En oprecht, hè? Ja. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het? Je hebt buikpijn, toch? Dat soort dingen. Ja. Dat soort energie steek ik niet in mensen waarmee ik niet in een relatie zit. Oh, I got it. Ja, ja, ja. Oké, nee, duidelijk. Wat is single zijn volgens jou? Niemand hebben. Helemaal ook geen sekspartner. Oké, dus maar als je dus met iemand geregeld seks hebt, dan vind jij het al een soort van relatie. Het is moeilijk, want kijk, op den duur gaan er gevoelens bij komen. Kijken. Toch, hoe dan ook. Hoe dan ook. Daarom zeg ik seks, voor mij, je moet... Er moet een vlammetje zijn. Ja. En die gevoelens gaan groeien. Het groeit. Want je zei ook, je moet je vrij zijn, toch? Je gaat elkaar vaker willen zien. Juist. Op dat gebied. Dus single zijn voor mij is eigenlijk... Misschien wel iemand hebben, maar op oproepbasis. Freelance. Maar single zijn is voor mij... Eigenlijk meer vrij leven gaan wanneer je wil. Geen Zonder rekening verantwoord, houden geen verantwoording met iemand. Te hoeven leggen. Geen rekening houden met iemand. Juist. Snap je me? Ja, klopt. Ik sta gewoon te praten met jou, maar we kunnen gewoon een drankje gaan doen. Ah, ja. Niet dat we iets erachter zoeken. Maar we hebben gewoon een vlotte babbel. We gaan gewoon dus zeggen van, een drankje betekent niet per se dat wat gaat gebeuren. Dan komt Tikmi Koko op. Ah, nee, het gaat niet worden. Ja, dat is voor mij single thing. Nee, oké. Gewoon, ja, ik ben niet mijn verantwoording schuldig. Ik ben niet attached to no one. Dat is het vooral, ja. Ik vind afspraken een gek woord, want nu lijkt het alsof jullie hebben gezeten. We doen dat en dat niet. Ik vind wel dat organisch moet gaan. Ja, ik ben vrij.
ja, ja, ja. En op dat punt te komen. Moet je ver zijn. Maar je zei iets goed, hè? Dus ook wanneer je seks hebt met elkaar, moet je vrij kunnen zijn, toch? Niet inhouden of schaamte voelen. Nee, want dat is het interessante van in het begin seks hebben, want je gaat me niet zeggen dat als jij voor het eerst de liefde bedrijft met iemand... Dat het gelijk dat, boom gaat. Nee, 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 kan. Maar dat jij niet een bepaalde pose neemt, dat je ook rekening houdt van zie ik er wel sexy uit. Nee, nee, nee. Zit ik mooi. Seks is niet sexy. Niemand is mooi tijdens seks. Wie? Nee, in het begin. En jij vrouwen die mooi zijn tijdens seks? Ik vind het mooi wanneer ze hun gezicht lelijk is. Oké, okay, precies, dat bedoel ik. Ik vind het mooi wanneer hun gezicht lelijk is. Dan pas doe je iets goeds. Dus, maar jij neemt niet een bepaalde pose aan de eerste keer. Hoor. Dat je zegt, laat me mooi zitten hoor, laat me. Nee. Want zodra je dat loslaat namelijk, aan mooi willen zitten, mooi willen liggen, hoe zit ik? Ik heb geen tijd daarvoor. Nou, want je bent toch geel? Een volwassen vrouw, ja, oké. Hoezo heb je tijd daarvoor? Je denkt niet aan... Nee, helemaal niet. Ik ga helemaal niet. Je hebt geen tijd daarvoor. Ja, ja. En daar begint het, daarom doe het niet als je het niet wil. Ja, ja. Als je er niet voor voelt, dus jij, doe het niet. Jij geeft je wel helemaal over als je eenmaal in dat ding zit. Ja. Dat geef je helemaal over. Ja. Oké. Okay. Maar dat is het, zo hoort het, denk ik. Hè? Mijn manier van hoe seks eruit moet zien. Ja, ja, ja. Kom niet inhouden, niet inhouden. Nee, inhouden. Waarom zou je inhouden? Ik ga nog even met je proosten, want ik heb een goed gesprek met je gehad. Mm-hmm. Een eerlijk gesprek ook. Proost daarvoor. Ja. Ik ben blij dat ik kennis met je heb kunnen maken. Mm-hmm. Die Priscilla die ik altijd zag en dacht van wat een leuke dame. En dat blijkt ook echt een leuke dame te zijn. Wat is je Instagram? Priscilla M. Granoost. Priscilla M. Granoos. Ja, dingen ook. Facebook ook. Priscilla M. Granoos. Want er is nog een Priscilla Granoos. Ik heb een nicht Priscilla Granoos. Oh, het is toevallig vandaar, ook nog je nicht. Vandaar ik gebruik Priscilla M. Granoos. Ja. Nee, dus ik ben social media te volgen, inderdaad. Ja. Ik vind dat ze je moeten volgen, want je bent leuk. Je bent leuk. We gaan je in de gaten houden. 2023, wie weet wat het gaat brengen. Ik hoop wel dat veel opportunities in brengt. In de liefde. En in de liefde. Positiviteit. Ja, toch? We gaan die kille kans geven. We gaan een beetje van die muur naar beneden halen of gaan we dat niet doen? We gaan een beetje. We gaan het proberen. Ja, na dit gesprek wel. Ja, oké. Ja, dit gesprek wel. Is het puur op voor tegen. Oké. Priscilla Granoos, leuke dame. Als je haar gaat volgen, volg dan ook gelijk Gilly's Loveline op TikTok, Instagram, Facebook. En abonneer op YouTube. Doe dat, zodat we deze lobby movement kunnen pushen met z'n allen. Hey, ik zie jou weer bij de volgende date. Voordat ik afscheid neem, want we zijn hier aan het genieten van de Krontoloko, wil ik Torarica bedanken dat we hier hebben kunnen chillen, man. Praten over de liefde. It's a beautiful thing. Ik vind dat je, als je naar Suriname komt, dat je op zijn minst even langs moet komen bij Torarica. Al is het al om een drankje te doen of te verblijven. Het is hier mooi, toch? Ja, kijk, een lekkere koffie. We hebben uitzicht, mooie zwembad. Ik kan het niet laten zien in verband met privacy. Maar het ziet hier mooi uit. Kom het zelf checken. Zoals ik zei, ik zie je graag bij de volgende date. En zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Yeah.